Zwarte Piet of niet? De discussie is losgeslagen. Laten we even kijken op straat. En dit is best wel een interessant vraagstuk. Dus we gaan even kijken. Goedemiddag. Wij zijn van Pamei TV. En wat vindt u nou eigenlijk van de discussie van, over Zwarte Piet? Een beetje vervelende discussie. Ik begrijp dat de donkere mensen bezwaren hebben. Maar ik vind wel dat ze te ver ingrijpen. Gewoon in een kinderfeest wat al jaren en jaren bestaat. De Zwarte Piet moet afgeschaft worden. Dat is racistisch. Dat was van heel lang geleden is dat al aan de gang. En nu is het genoeg geweest. Ja. Weg met die Zwarte Pieten gedoe. Dat vind ik overbodig. Ik vind Zwarte Piet moet blijven. Het is een kinderfeest en die kinderen zijn het gewend. En dat moeten we zo houden. Het is een kinderfeest. En daar moet het bij blijven. Daar moet je niet alle lelijke dingen bij gaan zoeken. Want daar hebben die kinderen niks meer mee van doen. Zwarte Piet, wiede wiede wiet. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Wil je Sintergoeden doen? Gooi wat in mijn lege schoen. Zwarte Piet. Nu is er ook discussie over of het feest wel door mag gaan. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik totale onzin. Dat moet gewoon doorgaan. En waarom vindt u dat totale onzin? Omdat het al zo lang bestaat, zo ver in onze historie zit. Al jaren en jaren lang. Hè, ook onze ouders zijn er ook mee opgegroeid. Kijk, ze willen zoveel. Maar ik denk niet dat ze dat redden. Ik denk, dit is een traditie en sommige traditie moet je gewoon houden. Toen u onze leeftijd had, was toen de discussie ook al gaande of u weet? Ik heb er nooit van gehoord. En ik ben toch ook jong geweest, dacht ik. Nooit. Hooguit als je eens met je kinderen in de tram zat. En het was rond de tijd van Sint-Nicolaas. En ze zagen een Afrikaanse meneer of een vrouw. Voornamelijk een meneer, hè, voornamelijk mannen. Die met van de krullen. Dan zeiden ze, oh mam, dat is Zwarte Piet. En dan voelde je je wel een beetje ongemakkelijk. Omdat je dacht van ja, hoe vat iemand dat op? Maar ik heb er eigenlijk nooit een wanklank over gehoord. En het hele Sinterklaasfeest, vindt u dan dat dat... Mag wel blijven. En die mag wel eens een cadeautje uitdelen. Maar doe het dan met Witte Pieten. Hoe gaan we dat dan oplossen met de kinderen die altijd hebben gehoord van Zwarte Piet? Wat vertellen we die kinderen dan? Ja, dat ze wit zijn geworden. Maar, is niet moeilijk, gewoon Witte Piet. Ja. En dan over een paar jaar, misschien één generatie hebben moeten en dan niet meer. Ja. En dus altijd Witte Piet. Dus we moeten denken aan de lange termijn. Ja, zeker. En dat Zwarte Pieten moeten echt stoppen nou. Ja. Weg ermee. Ja, ze hebben geprobeerd die gekleurde pieten. Dat werkt gewoon voor kinderen niet. Want ze roepen ook aan de gekleurde pieten, Zwarte Piet dus. Ik denk dat dat nog 20, 30 jaar gaat duren voordat dat eruit is. Wil je Sintergoeden doen? Gooi wat in mijn lege schoen. Zwarte Piet, wiede wiede wiet. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Joehoe, hey Piet.